Wat hebben Somalië en melk met elkaar te maken? Verslaggever Emiel Andel zoekt het voor u uit voordat hij de iftar deelt met de Somalische Sara Moes. Kent u misschien iemand uit Mogadishu? Nee. Ik ken het niet. Gelukkig ken ik wel iemand die er is opgegroeid. Sahra? Ja? Adon Maarten, waar hebben we komen denken, hè? Ja. Waar kom je eigenlijk vandaan in Somalië? Ik ben zelf in een klein stadje in Noord-Somalië geboren. Daarna ben ik in Mogadishu opgegroeid. En wat heb je bij je? Ik heb een deal bij me. In het platteland bewaren ze hier de melk. Dat is dan ook toevallig. Alsof we dit hebben afgesproken. We staan hier bij een boerderij. Ik sta nu naast Joost en Joost gaat ons helpen met het melken van de geit. Sahra, wanneer heb je voor het laatst een geit gemolken? Het is heel lang geleden. Waarom heet Somalië Somalië? Dat betekent Somaal. Dat is echt letterlijk wat ik nu doe. Ga maar voor gasten melken. Kun je mij dat leren? Ja. Wil je even goed vasthouden? Zo? Ik vind het een beetje eng. Ik ben bang dat het een beetje pijn doet. Nee, niet bang. Je denkt dat je been doet, maar dat doet jij niet. Zie je het? Ga je die geitenmelk nu vanavond gebruiken voor de iftar? Ja, ik ga in mijn thee maken met geitenmelk. En wij noemen het shahadees. Shahadees. Ja, het is echt heel lekker. Hoi, we komen voor Sara. Nou, welkom. Wij zijn bezig. We zitten bij de repetitie. Mijn oma wilde heel graag dat besnijdenis niet komt. Mijn moeder wil echt, want zij dacht, anders krijgt geen man. Uiteindelijk geef ik mijn moeder gelijk. Ik trouwde. Pak je en... stoel, ga je zitten en ja, dan zeg je, was heel de familie trots. En de hele familie was trots op me. Dat was meerwaarde om besnijdenis. Tegenwoordig, hier is alles anders. Je hoeft niet op antwoord te wachten of mening van een toekomstige man. Waarom maken jullie moeilijk onze traditie? Het zijn eigenlijk de verhalen van Rukio en Sara. En het is bedoeld voor meiden die te maken hebben met het onderwerp meisjesbesnijdenis. In Somalië, je bent besnijden als jij in 4, 5 jaar bent. En daarom willen wij onze ervaring vertellen. Want wij weten hoe het is. Vroeger zeggen ze, staat in de Koran, maar staat niet in de Koran. Bij wie zijn we welkom? We zijn vandaag welkom bij mijn vriendin. Bij je vriendin? Ja. Met de geitenmelk? Met de geitenmelk. En wat zijn jullie nu aan het maken? Kaka en mokaskas. En ook sambus. Is het tijd? Ja. Oké, we gaan eten. Aan tafel. Sara, ja? Volgens mij zei je net aan tafel, maar we zitten nu op de grond, zie ik. Ja. Volgens mij klopt er iets niet. Nee. Lekker. Vroeger als wij eten, voordat wij eten klaarmaken, dan is het een liedje. En ahdigi gudete afura betekent, jullie hebben het belicht gedaan, jullie mogen nu iftar doen. Afura, afura. Ahdigi gudete afura. Ah, kuiso manaye, son ti arrat kio. Safrat dou at kisti, siyatsa de unago. Sor talla unaya. Haddei subantahayo, sahaleda hei, samako afura.